De vijfde dag van Apocalyps 90. En we lezen verder in de Apocalyps. Hele korte passage, maar wel een hoop om over na te denken. Een hoop stof om te overwegen. En toen ik me had omgedraaid, zag ik 7 kandelaars. En in het midden van de 7 kandelaars, iemand gelijkvormig aan een mensenzoon. Nou zou je kunnen zeggen, ja natuurlijk, heeft de gelijkvormigheid van de mensenzoon, want Jezus is mens. Jezus is God en mens en het is heel goed om dat vandaag te benadrukken. Hij is een mens, hij is God. Maar met dat dogma, met dat geloofsgegeven dat je vrij aanneemt, is het niet af. Integendeel, het begint ermee. Het is niet een conclusie ons amen, wanneer we amen zeggen in geloof. Onthoud goed, amen is niet het laatste woord, het is het eerste woord. Amen bevestigt een principe en een nieuw begin van iets. En daarin zien we dat Christus niet alleen mens is, maar in zijn leven ook steeds meer gelijkvormig is geworden aan wat een mens in de tijd wordt. Wat de mens in de tijd meemaakt. Jezus had een volmaakt mens kunnen zijn die verder ergens in een mooi paleis woont en daar zijn koningschap uitoefent en verder van niemand last heeft, want hij is God. God heeft van niemand echt last. Christus heeft het leven van de mens gedeeld. Dus de gelijkenis aan de mens is in Christus ook langzamerhand gegroeid. En dat is niet zozeer een dogma, maar het is een gegeven dat ons hoop geeft. Niet zozeer wat we in geloof bevestigen, maar wat ons hoop geeft. En dat moeten we ontdekken. Dat Christus in zijn leven steeds meer op ons is gaan gelijken in alles wat we meemaken, in alles wat we voelen, in alles wat we begrijpen, in alles wat we niet begrijpen. In alles wat Christus is, is in hem een gelijkvormigheid gegroeid en daardoor is de menselijke vorm, het menselijke leven, is ook definitief van betekenis veranderd. En dat is een gegeven dat we iedere keer weer voor onszelf, als het ware, moeten bevestigen. Niet alleen met amen, ik geloof, maar ook als een realiteit van ons leven, omdat het de realiteit van zijn leven is geweest. Ons mens zijn is opgenomen in het licht van Gods heerlijkheid. Christus was mens en heeft dus ook alles wat een mens meemaakt, wat een mens langzamerhand wordt in het leven, heeft door hem een goddelijke betekenis gekregen. Vandaar die gelijkvormigheid. Iemand gelijkvormig aan de mens. Dat betekent ook dat wij van nu af aan in alles wat een mens meemaakt, kunnen wij ook weer God herkennen. Kunnen wij iets herkennen dat ons dichter bij God brengt. En probeer het maar eens even te overwegen. Dat geldt ook voor je vijanden. Dat geldt ook voor de mensen waar je bang voor bent. De mensen waar je afkeer van hebt. Mensen die jouw vijanden zijn. In iedere mens zul je iets kunnen vinden dat jou dichter bij God brengt.